Welkom weer bij Drimmelen Politiek, opinieronde in oktober. Het is al herfstachtig, heel veel onderwerpen, nou grote onderwerpen, 3 stuks. En van 2 hebben we gasten uitgenodigd en die gaan straks ieder voor zich iets over het onderwerp u nader vertellen. Onze eerste gast vanavond is Ton Verhoeven van de lijst Harry Bakker. Welkom Ton, jij hebt het onderwerp, ga je vanavond verwoorden van het dienstverleningsconcept. Nou, een mooi woord voor Scrabble, maar wat is dat nou precies? Het dienstverleningsconcept is een concept wat door de ambtenaren gemaakt is om de communicatie tussen de burgers, de mensen... Mensen thuis of thuis, mensen die hier wonen, ja? Met de gemeente goed te kunnen laten praten. Noem eens een voorbeeld, overleggen. Hoe? Ik noem maar een heel simpel voorbeeld. Bijvoorbeeld een scheefzittende stoeptegel. Of een. We hebben het wel eens gehad over een lantaarn die het niet deed, een jaar lang. Maar waarom moet daar nu zo een hele avond over gepraat worden, een mening gevraagd worden? Er wordt niet een hele avond over gepraat. Er is een concept opgesteld om het allemaal een beetje vlotter te laten verlopen. Liep dat niet vlot? Liep dat niet vlot? Kregen jullie die seintjes? Ik heb zelf voor gehad dat ik 's middags om 12:30 ging bellen en dat er niemand was en dat je dan niet geholpen werd. En dat is dus niet alleen bellen, maar is het ook dus wel contact dan ook over iets tussen bewoners van Drimmelen en het gemeentelijk apparaat? En het gemeentelijk apparaat. Oh ja, ja, ja. Nou, daar zijn natuurlijk een hoop oplossingen voor. Mm-hmm. Vooral in deze tijd. Je hebt tegenwoordig heb je natuurlijk KI, dat is geen kunstmatige inseminatie, maar kunstmatige intelligentie. Oh, ja, ik dacht, waar ga je heen? Ga verder. Ja, kunstmatige intelligentie. Bijvoorbeeld, je kan door een chatbot kan je praten met iemand, weet je, dan ga je chatten. Maar dat gaat dan met een echt iemand. Oh, maar zo, met iemand die dat al ingesproken, die daarop reageert. Een soort computerstem. Ja, en die stelt vragen. Ja. En dan antwoordt hij. En word je steeds verder ge... Ik heb dat stuk gelezen. Ja? Wat we doen. Nee, we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Ja. Dat is een mooie kreet. Dat vind ik zelf ook een hele mooie kreet. Mm-hmm. Precies zoals het motto is, zo zou het eigenlijk moeten gaan. Maar het gaat niet altijd zo, want sommige mensen die worden helemaal nooit beantwoord. Nee. Ja, dan wordt het ergens niet opgeslagen of... Ze zijn het vergeten. En als iemand nou niet computers heeft en niet mobiel is, dus is daar ook een stukje in dat adviesconcept, als ik het maar even zo... Dat staat er ook in. Dat proberen ze allemaal op te lossen. Hoeveel gaat nou zoiets kosten? Want dat moet dus vernieuwd worden, begrijp ik nu van jou. Ik heb gelezen in de stukken dat er voor dit gebeuren €44.000 uitgetrokken wordt. Ja. Extra, om het te vernieuwen. Om het te vernieuwen. Ja. Dat vind ik persoonlijk heel erg weinig. Ja, nou ja, het is natuurlijk veel geld, maar verhoudingsgewijs. Ja. En dat is een stukje wat in de nieuwe begroting moet komen. Daarvoor gaan jullie dus juist, nu... Juist. Maar er stond toch al ooit eens iets, want ik kan me herinneren dat het ook in het huidige coalitieakkoord dat daar... Dat staat erin. Dat bij het samenwerken van de huidige partijen. Dat verbeterd moet worden. Ja, moet gewoon verbeterd worden. Dat vindt iedereen. Ik denk dat ze dat zelf ook wel vinden. Maar het gaat ook bijvoorbeeld om mensen die bezocht worden door een ambtenaar. En op een hondse manier behandeld worden. Ja, wat moet je daaraan doen? Je kan zeggen van laat nooit een ambtenaar alleen ergens heen gaan, maar met z'n tweeën. Met z'n tweeën. Want dan kunnen ze. Ja. Ja. En wat is. Ik kwam ook het woord kennisbank tegen. Wat is dat? Ja, die kennisbank. Die wordt gebruikt bij die KI. Of die AI, Artificial Intelligence. Oh ja, dat moeilijke woord. Ja, dat virtuele... Ja, en die kennisbank die wordt steeds bijgewerkt door... Is die er nu al? Die is hier nog niet. Oh, en dat staat in het concept? Dat weet ik niet of het in het concept zit. Dat ga ik vandaag vragen. Ah, dus
Ja? Dat ga je vragen. Maar ja. In principe, hoe staat de partijlijst Harry Bakker? Nou, de lijst Harry Bakker vindt dat de communicatie gewoon verbeterd moet worden. Mm-hmm. En op een peil gebracht moet worden van heden ten dagen. Je kan namelijk ontzettend veel... Als jij contact zoekt met een firma als bol.com, mm-hmm. en je hebt klachten... Ja, ja, dan word je sneller geholpen dan nu. Dan krijg je die robot. Ja. En de grote kracht daarvan is dat... Ja, twintigtallen mensen met honderdtallen mensen tegelijk een klacht kunnen indienen. Nou, ik hoor het al, Tom. Wij kunnen hier heel lang over praten. Daar kan je heel lang over praten. Maar jullie gaan daar je woordje, of jij gaat je woordje daarover doen. Ja. En dit voorstel wordt op 16 november, als ik het even uit mijn hoofd zeg. 16 november in de raadsvergadering afgetikt, ja of nee? Ja, en wat gebeurt er dan? Dan wordt alleen het concept goedgekeurd. En dan, ja, want dat is iets van en dan, moeten ze dingen gaan doen natuurlijk. Dat nou, ik wens iedereen succes. Dankjewel voor je komst. Onze tweede gast aan tafel is Kees van Meel van de politieke partij Samen. Zeg ik goed, hè, Kees? Nee, dat zeg je niet goed, want het is vertel. Samen Drimmelen. Oh, nou. Gelukkig, dankjewel. Samen met hoofdletters. Samen met hoofdletters en samen Drimmelen. Welkom. Jij had gekozen om ons wat meer te vertellen over het volgende agendapunt van vanavond op deze opinieronde. De huisvesting van Mid-Zuid. Wat is nou Mid-Zuid? Mid-Zuid is een organisatie die zich inzet voor de mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. En hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe bedoel je inzetten? Het is een organisatie die ontstaan is in Oosterhout. Ja. En nu betaald wordt door vier gemeentes. De gemeente Drimmelen, Altena, Geertruidenberg en Oosterhout. En die zorgen ervoor dat dat bedrijf mensen met een beperking met een afstand tot de arbeidsmarkt... toch aan het werk komen. Werk is erbij horen. Nou, als mensen werk het. Hebben, dan voelen ze zich meer betrokken tot de maatschappij. En dat hoorde eten vroeger WAVACO, toch? Ja, juist. WAVA. Kijk, ja. Want die kreet blijft natuurlijk heel vaak hangen. Ja. En dat heet nu Mid-Zuid. En terecht dat je zegt dat het door vier gemeentes gedragen wordt. En dat gebouw van hen, waar zij elke dag werken... Of begeleid worden, laten we het even zo zeggen, ik weet niet precies. Dat staat in Oosterhout. Dat staat in Oosterhout aan het kanaal. En ik moet gelijk even toevoeging doen, want er is maar een klein deel wat daar in dat gebouw werkt. Er zijn een aantal mensen die, en dat zul je ook vast wel eens gezien hebben, de auto's van Mid-Zuid die rijden in de gemeente rond, die zorgen voor de groenvoorziening. Ah, En dus dat bedrijf dat zorgt aan de ene kant dat er mensen aan werk komen, mm-hmm. dus niet per se daar, maar... ergens in bedrijven die faciliteren en die helpen bij het zoeken naar passend werk. En een van de onderdelen is dan ook de groenvoorziening. En een ander deel werkt ook daar in dat gebouw. Maar dat is steeds een kleiner gedeelte. En daar gaat het nu ook een beetje over. Ja, want de filosofie, het moderniseert. Hè? Het is meer van binnen naar buiten brengen. Letterlijk en figuren. Ja. Maar nou is er wat met dat gebouw waar ze werken? Ja, het is verouderd en het is niet duurzaam. Dus het moet gewoon aangepast worden. Ja. Het klimaat in dat gebouw is niet goed. En heel veel voorzieningen die zijn achterhaald. Het bestaat al 30 jaar, het gebouw. Dus er moet iets mee gebeuren. Dus, en in deze tijd van duurzaamheid moet er natuurlijk of verbouwd worden. En die keuze hebben we nu. Want dat is wat er nu vanavond aan de orde komt. Hè? Wat gaan we met dat gebouw doen? Wat zijn de scenario's? Er zijn drie opties. En het ene is het gebouw zelf verduurzamen. Dus dan moeten de mensen die er nu werken, die moeten tijdelijk in een ander gebouw. Dan wordt het gebouw opgeknapt. En dan kunnen ze later weer terug. Ja. Dat is één optie. De andere optie is het gebouw platgooien en op dezelfde plaats een nieuw gebouw zetten. Mm-hmm. En dan wordt er ook rekening mee gehouden dat er steeds meer mensen buiten het gebouw gaan werken. Maar dat is de wens van het bestuur zelf, heb ik begrepen. Dat is optie twee. En de derde optie is ook een nieuw bouw, maar ergens aan de andere kant van Oosterhout. Dus aan de andere kant van de snelweg, heb ik begrepen. En daar is discussie over, hè, volgens mij. Want wat gebeurt er dan met die grond enzovoort? Ja, heel natuurlijk. Verhaal. Ja, speculaties, woningen wel of niet. Ja. Nou, dat is
drie scenario's. Wat gaat zoiets nou kosten? En wie draait ervan op? Klinkt een beetje raar, maar wie gaat het betalen? Ja, er zijn een aantal miljoenen. En er wordt rekening mee gehouden met het stukje grond wat over zal blijven. Hè, dus het nieuwe gebouw, als dat optie 2 wordt, dat wordt kleiner. Dus een kleiner stuk grond. En het gedeelte wat overblijft, zouden ze dan kunnen verkopen. Waardoor er weer leningen afbetaald kunnen worden. En waardoor het weer een stukje goedkoper wordt. Dus... Maar in de gemeente Altena is deze discussie al geweest. En daar was ook een van de opmerkingen. Houden jullie rekening, en dat zal ik vanavond ook zeggen, houden jullie rekening met een eventuele verbreding van de A27? Want daar ligt het vrij dichtbij. Oh, dat is een goede dus, dat je dat naar voren brengt. Ja, dat is zeker. Nou, ik vind dat heel goed van Altena, want ik moet niet zelf met de eer gaan strijken. Nee. In Altena is dat naar voren gebracht. En dat zal ik vanavond ook eventjes zeggen, ja. Want dit is niet iets wat ons college de raad voorlegt, maar dat heeft Den Haag aan in dit geval de vier gemeentes gevraagd om hier eens over na te denken, toch? Nee, dat is niet, komt niet van Den Haag. Het is echt door de vier gemeentes gefaciliteerd, dit bedrijf. Want een gemeente moet zelf zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een goede manier opgevangen worden. Dus of een gemeente moet zelf gaan lobbyen maar bij bedrijven. Maar dat ja, dat is een verplichting natuurlijk. Dat is een verplichting. Ja, dan begrijp ik elkaar. Maar deze gemeentes hebben dus de handen ineen geslagen en zeggen van nou, wij faciliteren dit bedrijf. En omdat dit bedrijf het zo goed doet, vinden wij ook dat het bestaansrecht heeft. En hoe staat jullie partij daarin? Nou, wij kiezen voor optie 2. Dus nieuwbouw, gelijk een goed duurzaam gebouw. Want, op dezelfde plek? Op dezelfde plek. En dat ene stuk grond wat overblijft op een of andere manier weten te verkopen, zodat je ook weer daar geld van krijgt. Want we moeten toch met de vier gemeentes het hele gebeuren betalen. En wat is het vervolg? Want nou, ik kan me herinneren dat dit al lang speelt. En jullie hebben informatieavonden gehad en de bewoners konden van alles en nog wat kijken. En jullie zijn daar geweest of konden daar naartoe gaan, heb ik begrepen. Ik ben er geweest, ja. Ja, en nu verder? Is het iets voor korte termijn, lange termijn? Nou, alle gemeentes moeten het eerst in de opinierondes ter sprake brengen. Dus wij zijn de tweede gemeente die dat nu doet. En daarna komen ook de andere twee gemeentes. En daarna komen zij met een voorstel. Dan kan het college bekijken van, nou, wat komt er uit de opinie van de raad? Nou, dit is dan ons standpunt. Die standpunten worden bij elkaar gelegd. Die komen bij Mid-Zuid en in overleg met elkaar wordt er gekeken van nou, wat gaan we besluiten. Dat komt dan terug in de raadsvergadering en dan wordt er een klap opgegeven. Ja. Dan wordt er gezegd van nou, zo gaan we het doen of zo gaan we het niet doen. Eind eerste kwartaal 2025, ja, hè? Ja. Het is niet te geloven. Zo lang zijn ze lang het nodig. Het duren, om, en dan is het nog niet ja of nee. Ja. Maar goed, ik wens je heel veel succes en dank je wel voor je komst. Graag gedaan. Tot de volgende veel keer. Veel succes. Dankjewel. Dankjewel. En dit was het weer. Opinie waarschijnlijk in november. En dan zijn we.